Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Dit is het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus, Suriname en Guyana zetten verdere stappen voor bouw quarantainbrug. Leiding en bond brandweer maken opwachting bij president. Aanpak weg naar Matawai gebied geniet prioriteit openbaar werken. Ministerie van Sociale Zaken loopt achterstaande sociale uitkeringen verder in. Economische controledienst constateert overtredingen bij winkelzaken. En president Santokki legt bij afsluiting Ramadan nadruk op wederzijds respect. Suriname en Guyana hebben een stap verder gezet in het project rond de bouw van de brug over de Corentijnrivier. Op woensdag 4 mei 2022 heeft op het ministerie van Openbare Werken, namelijk de ceremoniële contractondertekening en de launch van de Expression of Interest, plaatsgevonden. De documenten werden bezegeld door minister Riyad Noor Mohammed en zijn Guyanese ambtgenoot Juan Edgehill, die speciaal voor dit moment in Suriname vertoefde. It's the feeling that you should have of joy, because the journey has been a long one. I guess this discussion about a bridge across the Corentyn River has been going on before I came to government, or before President Santokki and President Irfan Ali assumed the presidency. But I'm happy that in our dispensation, we were able to be here at this point. Both myself and Minister Riyad Noor Mohammed, we participated in planting of our flags at the various boundaries, indicating the demarcation of where the bridge is going to go, visited Long Island. Now we're in the boardroom, signing the contract, getting the work on the road, and a lot of preparation has been done, and there's still a lot of work that is being done while we speak here, and we're going to get this moving. And when will the building of the bridge start? As soon as we can get a preferred contractor engaged. And that's why we're having the expression of interest. Companies will be able to say, look, we want to build this bridge. And it's no secret. Companies are interested. And without naming, governments are interested in building the bridge. We've had approaches from governments on both sides that they are interested in building the bridge. So let's see what the expression of interest will bring in. All right, they're interested. So can you tell us what the benefits are for our both countries? Well, I mentioned some of that in my remarks. This is going to be a driver of economic growth in both countries. Oil and gas is a good thing, but it's not a huge employment sector. The huge employment sectors are tourism, agriculture, some amount of manufacturing, and of course, in our modern world, information communication technology. And the inschrijving die is open voor bedrijven in Suriname en in Guyana? Ja, het is internationaal, nationaal-internationaal. Dus hij gaat zo meteen online. We hebben hem net getekend. Dus zo meteen gaat hij via de ambassades ook naar alle landen. Hij komt online en dan kunnen alle bedrijven weer meedoen. Maar het gaat dus nu vooral om de bouwbedrijven, de grote bouwbedrijven die zulke werken kunnen bouwen. En wat is het vervolgtraject na deze ondertekening vandaag? Ik wil bijna zeggen even rust nu. We wachten dan op één. De rapporten die gemaakt zullen worden en we wachten op de lijst van aanmeldingen. En dan komt, om je vraag misschien te beantwoorden, de belangrijkste stap. En we hebben een heel kritisch beoordelingsteam van Guyana en Suriname op de ministeries die tot nu toe heel goed werk heeft verricht. Die hebben ons geleid bij de keuze. Maar dan komt het belangrijkste moment waar de fysieke werkzaamheden zullen starten.
En wanneer is dat ongeveer gepland? Zo, als het lukt, gewoon kijken naar de tijd. Als het lukt voor het eind van dit jaar. Kijk, je gaat niet direct een pijler kunnen zetten, maar de voorbereidende werkzaamheden kunnen wel starten. Dat betekent je bouwplan maken, je personeel beginnen te zoeken, materialen beginnen te bestellen. Toch, dat duurt vandaag ook in de wereld een vraag wat tijd. Detail ontwerpen, detail tekeningen maken, maar als de bouw eenmaal start, dan gaat het wel snel gaan. De leiding en het bondsbestuur van het Korps Brandweer Suriname hebben een opwachting gemaakt bij president Chandrika Persat Santokhi. Het bezoek lag in het kader van de Internationale Dag van de Brandweer op woensdag 4 mei. Op het kabinet van de president heeft een regeringsdelegatie zich samen met de korpsleiding en het bondsbestuur gebogen over kwesties de brandweer rakende. De communicatiedienst Suriname sprak minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie. Dus inderdaad, de bond heeft een gesprek aangevraagd bij de president en de president heeft me uitgenodigd. Ik op mijn beurt heb dus mijn mensen, dat is de commandant van de brandweer, heb ik uitgenodigd. En ook de stafleden bij mij. Ik heb ook een commissie op het ministerie die onderhandelingen met de bonden voert, heb ik ook uitgenodigd. Wat we hier hebben besproken en wat de brandweerlieden, tenminste de vertegenwoordiging, als brandende vraagstuk zien. Eén, afbouw, eigenlijk multifunctioneel centrum, brandweer, politie, politiebrandweer op Mungo. We kijken uit naar de goedkeuring van de begroting 2022, om daar een aanvang te maken met het afronden, afbouwen van dit centrum op Mungo. Verder is ook aangehaald zaken die eigenlijk stagnerend werken naar de detachering van brandweerambtenaren naar Albina. Er moet sowieso een doorgangshuis daar komen, zodat inderdaad mensen vanuit Paramaribo en andere districten er naartoe kunnen gaan om hun collega's te ondersteunen. Er is ook aan de orde gekomen de aanschaf van voertuigen voor de brandweer. Ik heb aangegeven reeds dat er overeenstemming was bereikt met de minister van Financiën. En van dat heb ik opgepakt, ook een instructie van de president, om een inventarisatie te maken door de verschillende korpsen op het ministerie. Die inventarisatie hebben ze opgemaakt. En het is opgestuurd naar de president, de minister van Financiën en de vicepresident om voertuigen voor het ministerie aan te schaffen. Verder is aan de orde gekomen eigenlijk een brandende vraag. En dat is het bouwen van een kazerne voor de brandweer in New Nikeri. We kijken naar mogelijkheden, wat de begroting ons geeft. We moeten gaan zoeken naar de middelen. Want de middelen waren wel opgebracht, maar vanwege de IMF-eisen moesten we ze afvoeren. Tenminste, financiën heeft daarin gekort. Maar we moeten naar middelen gaan kijken om deze zaken te realiseren voor de brandweer. De rehabilitatie van de infrastructuur in het binnenland geniet prioriteit bij het ministerie van Openbare Werken. In dit kader zet het ministerie zich ervoor in om de weg naar het Matawai-gebied zo spoedig mogelijk aan te pakken. OE-minister Riyad Noor Mohammed denkt aan een aanpak in de vorm van een public-private partnership. De bewindsman maakte deel uit van een presidentiële delegatie die zich zondag in het gebied heeft georiënteerd. Is in het Matawai-gebied is zeg maar succesvol geweest in die zin dat de gemeenschap duidelijk
zijn noden heeft laten weten. In feite is het niet nieuw voor mij, want de delegaties van de gebieden zijn maanden terug ook al reeds bij me geweest op het kantoor van openbare werken, de Gramang, de kapiteins, Bashas. En wat openbare werken betreft gaat het vooral om twee zaken. Natuurlijk hebben ze ook wateroverlast gehad, heel veel beschadigd. Maar goed, dat valt onder het crisisteam van NCCR. Maar het gaat vooral om de weginfrastructuur voor de ontwikkeling van het gebied. Dus ik ben een keer al over de weg geweest. Het is een heel slechte staat. En nu hebben ze dat weer gezegd. En de kosten voor onderhoud zijn enorm groot. Dus wij waren al bezig met de bedrijven om na te gaan hoe haalbaar het is om te kijken of we de weg kunnen verbeteren. Want als dat gebeurt, is het een hele must en zijn zoveel kosten verlaagd voor de gemeenschap. Dus wat de portefeuille van openbare werken betreft, heb ik raakvlakken die ik moet gaan bekijken. En u weet het, Matawai-gebied gaat vanaf Saramaka tot naar beneden. Het gaat dwars door zeg maar 4 of 5 districten. Zijn er concrete afspraken of hoe zal het natrekt eruit zien, dus na vandaag? Ja, dus wij hebben de opdracht. Toevallig heb ik het voorwerk allemaal al gedaan. Dus ik ga al die onderzoeksrapporten op tafel zetten en voorleggen aan de regering. Want als we ontwikkeling willen, dan moeten we als regering eens zijn daarover. En dan kunnen we beginnen met uitvoeren. Prioriteit voor het gebied wat betreft openbare werken is de weg. En die onderzoekingen en gesprekken hebben we al gevoerd. Dus ik ga dat weer op tafel zetten. Want daar zit een kostenplaatje natuurlijk aan. We gaan met de ondernemers praten. Dat moet deze dagen gebeuren. En dan wil ik toch prioriteit geven daaraan. Dus die weg kan heel snel gerehabiliteerd worden met lokale ondernemers die materiaal hebben. En de zwakke plekken, daar zijn wat buizen voor nodig. Zodat water gewoon kan vrijstromen en niet meer op de weg hangen. En dat kan heel snel gebeuren. Dus voor een stuk duurzaamheid, daar is er een plan, dat hebben we ook onderzocht. Dat kost wel een aantal miljoenen, maar dat moet je in de tijd spreiden. Maar ik denk als we dat als een PPP-model uitwerken, dan heeft dat ook grote kans van slagen. Dat is net als wat ik bij de weg Apora-Sanderij heb voorgesteld, dat hebben we ook uitgewerkt. Dat op die manier kunnen we ook wegen gaan rehabiliteren. Maar leuker nog, we kunnen zelfs als het model goed werkt gaan verharden. Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft recentelijk de uitbetaling van de algemene kinderbijslag in het district Brokopondo hervat. Hiermee wordt de achterstand in deze sociale uitkering verder ingelopen. In Brokopondo werd eveneens gestart met het uitbetalen van de financiële bijstand aan zwakke huishoudens en mensen met een beperking. Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft recentelijk de uitbetaling van de algemene kinderbijslag in het district Brokopondo hervat. Hiermee wordt de achterstand in deze sociale uitkering verder ingelopen. In Brokopondo werd eveneens gestart met het uitbetalen van de financiële bijstand aan zwakke huishoudens en mensen met een beperking. De Economische Controledienst van het Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie is tijdens controlewerkzaamheden bij verschillende bouwmaterialenzaken gestuit op verschillende overtredingen. Tijdens deze acties op vrijdag 29 april constateerde de ECD onder meer niet gekeurde weegschalen en goederen die illegaal ten verkoop werden aangeboden. De Economische Controledienst van het Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie is tijdens controlewerkzaamheden bij verschillende bouwmaterialenzaken gestuit op verschillende overtredingen. Tijdens deze acties op vrijdag 29 april constateerde de ECD onder meer niet gekeurde weegschalen en goederen die illegaal ten verkoop werden aangeboden. Behalve deze overtredingen bleken er in de verschillende winkels geen prijzen op goederen te zijn aangegeven. Daarnaast werden ook reeds lang vervallen verfbussen aangetroffen. Eigenaren van 3 bouwmaterialenzaken waar weegschalen niet gekeurd bleken te zijn, werden in de gelegenheid gesteld om deze alsnog te laten keuren. Er werden ernstige waarschuwingen gegeven aan vergunninghouders die geen prijzen op hun goederen hadden aangebracht. Ook zij werden in de gelegenheid gesteld dit alsnog te doen.
In de week van 25 tot 28 april zijn er ook controlewerkzaamheden verricht bij winkeliers in de verschillende resorten van Paramaribo. De ECD-ambtenaren stuiten onder meer op vis in verpakkingen zonder duidelijk leesbaar etiket, de hoge prijzen voor spijsolie, taarten zonder vervaldatum en vervallen diepvriespezi. En president Chandrika Prasad Santokhi heeft bij de afsluiting van de vaste maand van de moslims de nadruk gelegd op het wederzijdse respect en begrip. Het staatshoofd heeft in het kader van Eid al-Fitr op maandag 2 mei samen met First Lady Melissa Santokhi Sinashiri een bezoek gebracht aan de moskee aan de Keizerstraat. De president riep op tot gebed voor Suriname en wederzijds begrip voor de verschillende geloofsovertuigingen. We vieren vandaag Eid al-Fitr. Miljoenen moslimbroeders en zusters. En wij doen dat hier in Suriname, met ons allen. Een nationale feestdag. Ik was gisteren op Kusugrunu. Het was arbeidersdag en ik leg het traditionele gezag en de mensen die nog overgebleven zijn het dorp uit. Dat morgen Eid al-Fitr is. Ja, mire, bodo. Waardoor ik ook uitleg wat het is. Op het paleis heb ik meegemaakt bij alle drie gebedsdiensten. In verband met Nauratri, in verband met Pasen en in verband met Ramadan. Het uitleggen wat het betekent. Dat iedereen hier langs rijdt en zegt, kijkt u hier, is bijna een wereldwonder. Een moskee naast een synagoge. Dat is ook zo. Maar de vraag is, weet men wat er daar binnen gebeurt? Dat is wat we moeten doen. Uitleggen. Elkaars geloof. Je gaat daardoor respect krijgen. Je gaat daardoor ook meer waardering krijgen. Je gaat daardoor ook veel begrip krijgen. Je gaat daardoor ook eenheid krijgen. En je gaat daardoor ook versterking van onze natie krijgen. En ik dank jullie allemaal, namens de regering, namens het Surinaams volk, dat u ook voor de regering en ook voor het volk heeft gebeden. Lieve broeders en zusters, een gezegende Eid allemaal toegewenst. Ik heb vandaag echt een moment mogen ervaren van innerlijke rust en gebed, de verbondenheid met alle andere medeschranamangs was een gerichtheid op God. En al doen we dat op onze eigen manier, je voelt een innerlijke rust komen als je ook zelf in gebed gaat. Maar dat is dan wel het punt. Je moet ook zelf niet alleen kijken en iets bewonderen bij anderen, maar je moet ook zelf die keuze maken om je innerlijk te verheffen tot God de Almachtige. En we zijn gekomen aan het einde van Focus. Bedankt voor uw aandacht en een hele mooie avond aan u toegewenst. Goedenavond.